De herregistratie van de particuliere lijnbussen is afgelopen vrijdag afgesloten. Volgens het ministerie van Openbare Werken is de herregistratie over het algemeen vlot verlopen. De probleemgevallen die er zijn geweest betroffen onder andere de lijnbussen die reeds jaren met een vervallen beschikking rijden. Volgens de vergunningsvoorwaarden is een beschikking namelijk 3 jaar na dagtekening geldig. De probleemgevallen hebben de aandacht van de directeur van Transport en Communicatie, Joyce Blokland-Weinstein. Zij zal samen met haar staf werken aan een structurele oplossing voor deze problemen. In het natraject zal het ministerie een evaluatie doen over het verloop van het proces en welke stappen zij zal nemen in het kader van het verder ordenen van het openbaar vervoer. Daarnaast zullen de dossiers met alle relevante data van de geregistreerde lijnbussen worden gedigitaliseerd.